De nationale voorleesdagen gaan deze week weer van start. Overal in Nederland lezen bekende en minder bekende mensen voor aan kinderen in de klas. Auteur Sjoerd Kuiper las voor aan de kinderen van de Juliana School in Overveen. Hij schreef onder andere Het Zakmes en werd meerdere malen bekroond met een zilveren griffel. Ik heb deze. En dan is er een nieuw boek, pas nieuw, en dat heet, ik zie het daar in de verte al geloof ik, dat boek. Dat heet Robin en Suze. Dat is dat boek en dat gaat over Robin die een zusje krijgt. Zwaardvechten, roept papa. En hij slaat met zijn straalplas tegen de straalplas van Robin. Nou, Robin slaat meteen terug, dat is grappig. Het is een echt gevecht. De stralen zijn de zwaarden. En ze slaan keihard tegen elkaar. En door elkaar heen, want dat kan ook. En de plas van Robin spettert flink over de rand van de wc. En de plas van papa ook. Oei, zegt papa als ze uitgeplast zijn. Keurig, keihard, zwaar te vechten. En hij springt heel goed, maar hij komt heel slecht terecht. Pats op zijn gezicht. Op zijn handen, op zijn knieën, op zijn neus. Ja, zo ging dat ongeveer. En er moeten overal pleisters op. En dan midden in de nacht nadat het babytje geboren is, wordt Robin wakker. Ik ga nog één keer een verhaaltje vertellen. Midden in de nacht wordt Robin wakker.